Ja, dan gaan we weer verder met meneer Spuibroek en zijn dochter Merel. Meneer Spuibroek, u werkte in Haiti en u woonde daar dus ook. En in het filmpje was al te zien dat het gewoon een heel erg arm land is. Wat heeft u daarvan gemerkt? Ja, de armoede is heel erg. Je hebt een heel klein deel wat heel rijk is. Maar 36% van de bevolking leeft echt in diepe armoede. Daar hebben wij geen enkele notie van. En u werkte daar in een weeshuis. Na de ramp bent u teruggekomen. Ja. U heeft 5 kinderen meegenomen? Ja. En waarom? En waarom die kinderen? Die kinderen die hadden al een adoptieouder toegewezen gekregen en de procedure was klaar. De respectieve vaders en moeders zouden op heel korte termijn naar Haiti komen om ze op te halen. Dus de ouders hier in Nederland, ja, de nieuwe ouders? Ja, de nieuwe ouders. Maar goed, toen is besloten om te kijken of wij ze mee konden nemen. En dat ging in de ouders wachten, ons in Eindhoven. En hoe was dat voor de kinderen? Want u hebt dus 5 kinderen meegenomen in het vliegtuig. Ze komen uit een heel erg arm land en dan opeens stappen ze in een vliegtuig. Komen ze aan in Nederland, zien ze nieuwe ouders. Hoe gaat dat? Ja, ik denk dat elk kind dat verschillend verwerkt. Jam, daar had ik wel een speciale man mee. Die heeft tijdens de strijd niets gezegd, geen enkel geluid uit zijn... Terwijl je zag dat hij alles wel in zich opnam. En hoe oud was hij? Bijna 3, geloof ik. Oké. Okay. En ja, ik denk, dat kan ik natuurlijk niet helemaal zeggen. Ik heb ze overgegeven aan de ouders en ik ben naar mijn eigen gezin toegegaan. Dus hoe... Maar ik denk dat het in het begin ook voor die kinderen vreemd is geweest. Nee. Ik weet wel van Jem dat hij de eerste of 48 uur aan zijn moeder, nieuwe moeder, gekluisterd is geweest. En Merel, hoe was het voor jou toen je vader weer terugkwam? Nou, toen ik hem zag was ik heel erg blij, maar hij rende als eerst naar die ouders toe, dus toen had ik zoiets van... Zij sloeg je gewoon even over. Ja, dus ik dacht, had zoiets van oké, weet je, en toen later, toen had ik hem omhelst en ik wou hem eigenlijk nooit loslaten, maar ik moet natuurlijk even de hele familie afgaan, dus ja. Ja, hij had niet alleen maar tijd voor jou. Nee. En dan weer terug naar de kinderen, die hebben dus nieuwe ouders gekregen. En vandaag, op dit moment, geloof ik, zijn er weer nieuwe kinderen uit Haiti gekomen, uit een weeshuis ook, hè? Ja. Ik geloof 37 uit ons weeshuis, en ik noem het nu ons weeshuis, maar het is natuurlijk het GLA, het GLA. En daar zien we nu beelden van, ja, van die kinderen. En 37 daarvan komen uit dat weeshuis. En die kinderen hadden al nieuwe ouders in Nederland, die zijn nog helemaal uitgekozen en dat is helemaal al uitgezocht. Nou, de procedure is gestart. Dus sommige kinderen hadden pas een maand een nieuwe ouder. Er moest nog heel de procedure door, maar al de kinderen die een ouder hebben toegewezen gekregen, die zijn nu versneld naar Nederland gekomen. Okay. Nog even terug naar Haiti, want het was dus een heel erg arm land voordat de aardbeving gebeurde. Wordt het nu nog erger daar of is er ook een kans dat het misschien nog beter gaat volgens u? Ja, je zou zeggen, als er een kans is in het bestaan van Haiti, dan is die kans nu. Dan denk ik dat die kans nu is. Door de hulp van buiten? Door de hulp van buiten. Ja. En gaat u nog terug? Ja, ik durfde tijdens de uitzending Pauw Witteman nog niet te zeggen, want dat was nog vers. Maar dan ga ik met mijn vrouw en mijn kinderen. Dus er gaat meer om. Ja. Bedankt dat jullie hier waren. Heel fijn. Terug naar Ron in Haiti. Ron, hoe ziet de komende dag eruit voor de mensen daar? Voor Haitianen geldt dat ze eigenlijk iedere ochtend wakker worden met de zorg. Ja, hoe ga ik eten en drinken krijgen voor mijn gezin, voor mijn kinderen? Daar zijn ze eigenlijk de hele dag mee bezig. Hebben de mensen daar überhaupt enig idee dat in Nederland en andere landen geld wordt ingezameld voor ze? Nee, dat weten ze niet. Je moet je bedenken dat de stroom hier is uitgevallen nog steeds in grote delen van het land. Dat betekent dus dat de televisies het niet doen. Dus mensen hebben moeite om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt. Wat wel zo is, dat als ik het ze dan vertel, hè, van die grote actie in Nederland, dan zijn ze er wel heel erg blij mee en dankbaar. Want ja, je kunt het al zien aan de puinhoop hier in de buurt. Haiti kan dit niet in zijn eentje. Ze hebben hulp nodig vanuit het buitenland en ze zijn dus blij met die actie in Nederland. Oké, dankjewel voor je uitleg, Ron. We zijn weer bij een nieuwe school. Wat gebeurt hier? Nou, het schijnt dat ze hier een knuffel Haitiaan hebben. Nou, dat is best bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ga jij even kijken? Ja, ik ga kijken. Oké. Smit komt uit Haiti en hij heeft het bedacht. Knuffel mij voor een euro. En dat doet zijn hele school in Arnhem. Het ziet er gezellig uit, maar de reden is natuurlijk heel serieus. Ik zag het op tv en toen dacht ik, ja, misschien liggen mijn ouders onder het bed.
En weet je inmiddels al of ja, je familie daar of het helemaal goed gaat? Nee, dat weten we nog niet, maar mijn andere ouders proberen contact te krijgen. Smit heeft al 358 knuffels gekregen. Hoe voelde dat? Ja, fijn. Ik vind het echt fijn om haar te steunen. Ik vind het echt zielig voor hem. Anne, René en nog een Anne wonen op Bonaire. Dat is een beetje ver om langs te gaan, maar zij hebben zwerfhout op het strand gezocht en hebben dat mooi geverfd om te verkopen. En in de klas van Roos uit Zwolle blijven ze 12 uur op school vandaag zonder te eten. Ze worden gesponsord en al het geld gaat naar Haiti. Helemaal top. Nou, 15 scholen in de provincie Groningen houden vandaag een sponsorloop en wij gingen kijken in Winschoten. Oh, succes! Zonder zon en dan moeten wij rondjes lopen en daar hebben we alles in school. Hoe ging het? Ja, goed. Nogal vermoeiend. Ik heb 22,50 euro opgehaald. Met mijn broertje en zusje heb ik 18 euro bij elkaar. Ik heb 70 euro opgehaald. Hey Sita. Hey. Alle mailtjes gelezen? Nou, wel veel, maar niet allemaal. Dat is onmogelijk. Er zijn zoveel mailtjes binnengekomen. Ja, en we kunnen dus ook niet overal langs, maar super bedankt dat jullie ons gemaild hebben. Absoluut. Hartstikke bedankt en heel veel succes met jullie acties. Zet hem op. Doei. Doei. Aan de grote actie op radio en tv werken vanavond ook allemaal bekende Nederlanders mee om telefoontjes aan te nemen van mensen die geld willen geven. Patrick, jij staat nu bij het telefoonpanel. Wie zitten daar allemaal? Nou, je kan wel zeggen dat het vol zit inderdaad met de bekende Nederlanders. Er zitten hier zangers, zangeressers, rappers, presentatoren. Het Huis van Noemen zit hier, politici en ook twee collega's van mij, waaronder ook Koert-Jan de Bruin. Kan ik even spreken? Ja? Zeg, hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, ik heb het idee dat het steeds drukker ook wordt, dat ding dat blijft maar gaan. Dat is goed. Ja, absoluut, absoluut. En heb je nog bijzondere telefoontjes gekregen? Ja, dat kan je wel zeggen, want ik heb iemand aan de lijn gehad. Dat was Jarno en Jarno die had op de radio vanmiddag gehoord dat, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar dat diegene de snor van de vader eraf ging halen. En dan als tegenprestatie zeg maar die vader dan 50 euro ging doneren. En dat heeft hij zelf ook bij zijn vader gedaan. Dus ja, ik vond het een hele bijzondere in ieder geval. Het is een hele bijzondere. Goed idee ook trouwens. Ja, en wat ik ook heb gehoord, dat is dat kinderen eigenlijk een soort natuurlijke wasstraat zijn begonnen op straat. En dus met sponsoren mensen hun auto's gingen wassen. En daarmee ook weer donaties hebben gekregen. Dus echt wel een hele aparte leuke initiatief eigenlijk. Nou, hartstikke goed. Ik zie dat je telefoon weer gaat. Dus ga weer aan de slag. En mijn collega Terence is er ook. Zo, hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed. Gaat hartstikke goed. Zeg, kunnen we al een beetje vertellen hoeveel geld er binnen is gehaald? Nou, we zitten met een behoorlijk team hier. Wat ik alleen weet is dat vanochtend werd al duidelijk dat er ongeveer 11 miljoen binnen was. Moet je nagaan dat over de hele dag verdeeld nu ongeveer al 20.000 mensen hebben gebeld. Dus het kan oplopen tot hoge bedragen, maar op dit moment kan ik nog heel weinig zeggen. Nee, nou, ik zou zeggen heel veel succes nog. Ja, dankjewel. Nou, we kunnen dus nog niet bedankt vertellen hoeveel geld er nou uiteindelijk is opgehaald, maar ik denk dat dat wel een flink bedrag gaat worden. Oké, dankjewel Patrick en Nesse. Heel veel succes van ons daar. En tot zover deze speciale uitzending over de aardbeving in Haiti, die we maakten met Zep, Disney Channel en Nickelodeon. En wil je nou meer weten over de aardbeving en alle acties, ga dan naar www.jeugdjournaal.nl. Dan vind je nog veel meer informatie. En we zijn er morgen gewoon weer met een nieuw gewoon jeugdjournaal. Tot dan, doei! Doei!